Fouten maken, falen en opgeven. Daar wil ik het met je over hebben in deze video. Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het kanaal waar ik alles deel over mijn reis in de cryptocurrencies, crypto traden, beleggen, tutorials, reviews, unieke kansen om te gaan pakken in de cryptomarkten en om er gewoon voor te zorgen dat ik jou klaarstoom voor de komende jaren die komen gaan. Om ervoor te zorgen dat je nog mooiere trades kan maken, ga ik elke video €20 in crypto naar keuze weggeven aan personen die geabonneerd zijn op dit kanaal. Het enige wat je hiervoor dus moet doen is even abonneren op dit kanaal via de knop hieronder en daarnaast even een reactie plaatsen dat je geabonneerd bent en elke video maak ik een nieuwe winnaar bekend. Yes, sinds ik in Dublin ben, als deze video's live gaan, tenminste, ik wilde wel video's live hebben, dus bij deze, wat meer mindset gerichte video's over, nou ja, het traden, leven en überhaupt business. Wat ik veel zie gebeuren is mensen die mijn berichten en zeggen, ja, het lukt allemaal niet en het werkt niet en ik heb 1 of 2 trades geprobeerd of ik heb het een keer geprobeerd, ik verlies alleen maar en ze geven op. En als je opgeeft, dat is pas echt het moment wanneer je faalt. Je kan niet falen als je niet opgeeft. Dus als je een fout maakt of als het niet lukt, prima, dat kan altijd gebeuren. En ja, als je daarvan leert, dus op het moment dat je die fout maakt, kijk en analyseer wat ging er fout, waardoor ging het fout. Die fout maak je dus dan de volgende keer niet als het goed is en daar word je dus beter van. Dus van elke fout die je maakt word je een klein stukje beter totdat uiteindelijk jij denkt of je vindt dat je het wel gemaakt hebt of dat je wel geslaagd hebt. Maar als jij 1, 2 of 3 keer iets probeert en het gaat niet goed en je geeft op, wat de meeste mensen doen, want het is niet makkelijk, dus dan kappen mensen er maar mee. En dan gaan ze vaak dingen roepen als het is niet mogelijk of ik kan het niet of je moet er speciaal voor zijn of weet ik veel wat in die richting. Ja, dan gaat het ook niet lukken en dan gaat het er nooit worden. Dus zorg ervoor dat je iets echt wil. Want alleen als je iets echt wil, ga je door en door en door als je die fouten maakt. Maar als je iets niet echt wil, dan zul je dus ook gaan zien dat je fouten maakt en opgeeft. En als je opgeeft, dan faal je en dan ga je er dus niet komen. Dus mijn takeaway of mijn tip met deze video, geef niet op als je het echt wil. Maak fouten, dat is hartstikke goed, dat hoort bij het proces. Leer van die fouten, word daar beter van en uiteindelijk leg je dus steentje voor steentje voor steentje. En heb je straks een ontzettend dikke villa op een hele goede fundering gebouwd. Dus het is leren en dan proberen, dus trial and error. En daarmee fouten maken, leren, beter worden. Niet opgeven als je iets wil, want dan pas faal je. Dat was het voor deze video, ik zie je graag terug in de volgende.